Hallo, mijn naam is Ruud Boxma van CruxQuest. Ik ben onder andere gamemaker en heb mij gespecialiseerd in digitale vormen die op te roepen zijn via een smartphone in het land. Daarvoor heb ik diverse zaken gemaakt voor het OHBL. Ik zal er een aantal noemen. Bijvoorbeeld overflow video's. Dat zijn video's waarin oude gebouwen die er niet meer staan in het landschap worden geplaatst en dan te zien zijn via je smartphone. Daarnaast maak ik een aantal games voor het OHBL. Ik heb er een gemaakt in Gorinchem. Je speelt die game en ondertussen moet je ook dingen zoeken in het landschap. Bijvoorbeeld een zogenaamde gamepin. En dat is een soort geocache, zou je kunnen zeggen. Die ziet er zo uit en die is ergens verborgen. Die moet je zoeken en er staat een code op. En als je die code invult, krijg je daar punten voor in je smartphone. Nou, er is er ook een in Nieuwpoort. Daar ligt zelfs een schat begraven. En als je alle clues bij elkaar vindt, zoekt, dan kan je die ook daadwerkelijk ergens vinden. En dat gaat over een jonkvrouw die daar gezeten heeft. En die heeft ook daadwerkelijk bestaan. En wellicht heeft ze ook daadwerkelijk een schat verborgen, maar dat weten we niet. Wij hebben daar een verhaal van gemaakt waarin de geschiedenis van Nieuwpoort en de dreiging van alle troepen die heel dicht bij Nieuwpoort zijn geweest, wordt verbeeld. En hier in Nieuwpoort ligt een fantastische schat begraven.